terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag een gesprek met een van de grootste IT-distributeurs van Nederland, TD SYNNEX, over services, hoe ze daar in ontwikkeling zijn, maar ook het thema circulariteit. Ik heb daar twee collega's in de studio en die ga ik snel jullie voorstellen. Toon, fijn dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Ja, lekker bij mij live in de studio. Ja. Gesprek over iets waar je heel erg gepassioneerd voor bent, maar voordat je er kunt beginnen, zou je nog even kunnen voorstellen. Ja, ik ben Toon Muller, ik ben 51 jaar en al heel lang werkzaam bij TD SYNNEX. Ja. Voornamelijk in sales, eigenlijk alle salesrollen wel een beetje vervuld. Mm-hmm. En de laatste anderhalf jaar bezig met TD Renew. En dat Mooi. Zijn de opkoopprogramma's van TechData, SYNNEX. En wij kopen dus oude hardware terug. Fantastisch, daar gaan we het veel over hebben ook vandaag. We hebben volgens mij een collega meegenomen. Bart, goed je te zien. Ja, dankjewel. Ook vandaag bij mij live in de studio. Ja. Zou jij je ook nog kort kunnen voorstellen, Bart? Ja, zeker. Mijn naam is Bart Sliedrecht. Ik ben 35 jaar, inmiddels 10 jaar werkzaam bij TechData. Ja. Tegenwoordig TD SYNNEX. Ja. En de laatste jaren ben ik verantwoordelijk voor services. Ja. Begonnen met het opzetten van ons Tech as a Service programma. En inmiddels het hele service portfolio eigenlijk... Mooi. Ja, nou, we gaan het zeker met Toon ook hebben over TD Renew. Ja. Ik wilde toch even, Bart, als het goed is, even één stapje terug. Want services voor mij is altijd een heel ongrijpbaar begrip. En ik wil eigenlijk met jou even stilstaan. Wat voor soort trendsontwikkelingen zie jij nou eigenlijk in die servicesmarkt ontstaan? Nou ja, we zien zowel onze partners, de resellers, maar zeker ook de eindgebruiker, willen enerzijds steeds verder ontzorgd worden. Mm-hmm. Er wordt steeds meer van onze partners gevraagd. Anderzijds zien we een trend dat de klant steeds meer wil gaan betalen voor het gebruik. Ja. Niet zozeer meer voor het... Beetje pay-per-use bijna. Ja. Ja. En het stukje duurzaamheid natuurlijk. Ja, heel mooi. Mooi bruggetje even terug naar Toon. Want je noemde het al bij je introductie. En Renew, dat raakt volgens mij een belangrijke maatschappelijke trend, circulariteit. Ja. Toch nog even een stapje terug. Wat exact is TD Renew? TD Renew is een programma dat wij in de leven hebben geroepen een aantal jaar geleden. En ja, dat programma houdt in dat wij van al onze resellers en dus ook van hun eindklanten de hardware terugnemen, kopen. Uh-huh. En dat geven wij voor zover mogelijk een tweede leven. En als dat niet lukt, dan zorgen wij ervoor dat het gerecycled wordt. Zodat de grondstoffen weer terug het kanaal inleiden. Het betekent het dan ook, Toon, om je even bij jou te hangen, Bart, veel verstaan hoor, dat er dan ook vanuit TD SYNNEX afspraken zijn gemaakt zijn met fabrikanten. Hoe werkt zo'n proces, hoe werkt zo'n keten voor jou? Ja, nou, net als het is voor iedereen natuurlijk belangrijk dat de hardware dat die opnieuw wordt ingezet. Ja. Zo denken de fabrikanten er ook over. Dus wij hebben heel vaak, we staan eigenlijk in dagelijks contact met alle fabrikanten. En met een aantal hebben we programma's opgetuigd dat zij resellers stimuleren door oude hardware in te ruilen en daarvoor een extra inkoopvoordeel bijvoorbeeld geven op nieuwe hardware. En dat werkt goed. Werkt goed, ja. Ja. Want Bart, dan even tegen jou. Is dit dan zo'n voorbeeld van nieuwe services die ontwikkeld zijn van de TD SYNNEX die heel erg goed aansluiten bij de resellermarkt? Ja, absoluut. Ja? Die vraag die komt steeds vaker. Ook bij grotere aanbestedingen is het wel een stuk wat eigenlijk we steeds meer terug zien komen. Dat er een stuk duurzaamheid verantwoord moet worden in het hele project. Ja. Toon, wie wil je reageren of niet? Ja, dat wordt steeds belangrijker. Ook voor de grote eindklanten, noemen ze de grote banken, advocatenkantoren, et cetera. Die willen gewoon dat hun hardware een tweede leven krijgt. Ja. Of fatsoenlijk wordt afgebroken. Ja, begrijp ik. En dan toch even ook Bart misschien een Toon. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook die eisen rondom circulariteit, hè, dat jullie ook vanuit TD SYNNEX continu nadenken over die hele waardeketen waar jullie toch aan de basis staan, dat je natuurlijk ook continu ook je eigen doelstelling daar moet aanpassen om die reseller beter te bedienen. Werkt dat ook zo, dat jullie daar continu aan het innoveren zijn intern, Toon? Ja, we zijn dus heel erg actief op dat gebied. We hebben een salesafdeling, een hele grote salesafdeling. Die nemen dit altijd mee naar hun klanten. Ikzelf heb daar natuurlijk een rol in. Ja. En daar ben je gepassioneerd in, want zo ken ik jou. Ja. Ja, nou dat is ook echt. Ja, leuk. Bart, jij? Ja, ik zie je ook al kijken. Dat is natuurlijk ook een belangrijk thema voor jou. Om dat mee te nemen richting jouw resellerkanaal. Ja, absoluut. Ja. Naast de services die we bieden is het stukje trade-in en buyback absoluut belangrijk. Ja. Ja. Toch even dan, Bart, als je het goed is, even bij jou aanhaken over je opmerking over dat je toch pay-per-use, een beetje eigenlijk het Netflix-model,
terugziet bij services vanuit TD-Siliens. Kan je daar nog heel even bij stilstaan wat je daarmee bedoelt? Ja, klanten willen, of eindgebruikers willen steeds meer ontzorgd worden. Mm-hmm. Dus ze willen een product hebben en daarvoor betalen voor het gebruik ervan. Dus ze zitten niet zozeer te wachten om het eigendom ervan te hebben. Maar na zo'n verloop van tijd willen ze het product kunnen inleveren. En dan het nieuwe product weer ontvangen. Zodat ze altijd up-to-date technologie werken. Ja. En Bart, toch even bij jou weer te blijven. Betekent dat dan ook dat dit soort nieuwe diensten ook massaal worden geadopteerd door resellers? Dat is natuurlijk waarvoor we dit doen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, absoluut. Wij krijgen daar dagelijks aanvraag voor. En we hebben daarom ook een compleet platform ontwikkeld waarin we de reseller in staat stellen om zelf een compleet voorstel te kunnen maken waarbij de klant betaalt per maand voor het gebruik van de producten. Ja. Daar kan die zelf zijn eigen diensten en producten. Ja, want een van de termen, ik las iets over iets wat heet een TaaS-programma. Ja. Nou, dat is geen TaaS, niet van wat exact, waar staat TaaS voor? TaaS staat voor Tech as a Service. Ja? En dat is eigenlijk ons programma voor de resellers, waarbij zij via ons platform InTouch voorstellen kan maken en contracten kan maken voor de eindgebruiker, voor het betalen van gebruik. Ja, en Toon, dan even voor jou, want jullie werken, zijn collega's en ik merk dat jullie zijn goed op elkaar ingespeeld. Merk je nou ook, Toon, dat jij al dit soort nieuwe diensten ook, je bent business manager Endpoint Solutions, dat je dat ook continu vanuit jouw propositie richting de markt etaleert, verkoopt? Hoe doe je dat? Ja, dat is voornamelijk door in gesprek te gaan en uit te leggen wat we te bieden hebben. Ja. Meer dan het verkopen van hardware. Juist. Dat is natuurlijk vrij bazaal en dat doen we goed. Alleen er is natuurlijk nog veel meer op de wereld. Ja. En dat zijn de diensten van Bart en wat ik zelf doe, dat terugnemen. Ja. En dan heb je ook nog het niet alleen de circulariteit, maar ook nog het feit dat dat in het kader van de AVG-wetgeving het heel belangrijk is dat dat devices ontdaan worden van de data. En dat daar zorgen we natuurlijk ook. Ja. Wij verstrekken daar certificaten voor, zodat de eindklant daarmee geborgd is dat de gegevens veilig verwijderd zijn. Ja. En dan om toch nog even de pitch af te mogen maken. Zeker, graag. En er zit ook nog een leuk verdienmodel aan vast. Ook voor de reseller. Voor de reseller, ja. Dus je zult zelf zien dat in sommige gevallen, procentueel gezien, de opbrengst van het terugnemen van oude hardware, de verkoop van nieuwe, kan overstijgen. Ja, interessant. Bart, je moet het eens hebben. Ja, absoluut. Absoluut, hè? Het is een hele eenvoudige dienst wat een toevoeging biedt voor de reseller. Mm. Maar ook de klant helpt om af te komen van zijn oude producten die vaak of op een zolderkamer of op een serverruimte terechtkomen waar gewoon weer geld van gemaakt wordt. Toch te eindigen, ook even naar de tijd kijken, Bart, naar de vraag met wie ik begon, waar ik mee begon over trendsontwikkeling. Als we kijken iets naar de toekomst, denk je dat dit soort trends zich gaan doorzetten? Ik laat je ook even reageren, Toon. We beginnen even bij Bart. Dat circulariteit, maar ook in de keten, dat een veel belangrijke rol gaat spelen? Ja, absoluut. Ja? Ja. Dat zeg je zonder enige aarzeling. Dit wordt bepalend voor de farmmarkt, de resellermarkt, ook vanuit jullie? Ik ben ervan overtuigd dat die trends gaan doorzetten. Ja. We zijn als consument al helemaal in die transformatie, dat we op een andere manier aan het consumeren zijn. En dat zie je steeds verder voortvloeien in de zakelijke tak. Ja. Ja. Leuk. Dus eigenlijk heel veel kansen voor jullie om continu ook jullie portfolio en je diensten daarop aan te passen, Bart. Absoluut. Ja. Toon, jij? Ja, ik zie je genieten, hè? Ja. Dit is natuurlijk jouw ding. Dit is mijn ding. Ja, dit is helemaal mijn ding. Ja. Ja. Nou ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij wat Bart zegt. En, we zullen wel moeten, want als wij niet geen apparatuur inleveren en recyclen, dan zijn er dadelijk gewoon geen apparaten meer. Ja. Toon, hoe begint bij jou, stel even dat een reseller die dit interview nakijkt en zegt van nou, dat lijkt mij iets is wat ik graag met die Siliens wil oppakken. Hoe begint een gesprek met jou? Toch een kop koffie om te kijken of dit past, of jullie kunnen schakelen met elkaar? Ja, dat sowieso. Ja, sowieso. Een goede koffie heb je natuurlijk. Ja, sowieso. En ik stel altijd de vraag, omdat de als een reseller zeg maar, bij zijn klant zit, is het eigenlijk meestal ter vervanging van oude hardware. Precies, eigenlijk moet de vraag ingebakken zijn van mag ik een bod doen op je oude hardware? En dan komen ze bij mij terecht. Ja. En dan wordt dat altijd prima geregeld. Ja, daarna gaat de analyse en dan ga je kijken of het past en hoe je vanuit TD Siliens daar een rol in kan spelen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Gaaf. Leuk. Ja, zeker. Fijn dat jullie er waren. Vandaag bij mij live in de studio. Ik weet zeker dat we het hier nog een keer over gaan hebben, Toon en Bart. Dus ik kijk nu al uit naar TD Renew en alle services die TD Siliens nog meer gaat bieden. Bedankt voor jullie tijd. Ja, jij bedankt. TD Siliens, leidend in Nederland, dat wisten we al. Maar ook op services. Natuurlijk circulariteit, want dat is ook een maatschappelijk thema. Maar dat vertalen ze eigenlijk in hele keten. Vergeet niet, TD Siliens staat aan de basis van de IT-markt. En werkt met resellers. Met name om na te denken over refurbished en allerlei nieuwe diensten. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.